Pups, kijk eens. Ik ga mijn record breken. De meeste stappen die ik ooit heb gezet op mijn voorpootjes. Oeh, dat is 1. Dus ik heb net mijn record verbroken. 3. Hoi, kapitein Turbot. Is er wat? Er is waarachtig wel wat, Ryder. De platvis is naar de top van een vulkaan gevlogen. Zie je? Oh, ik laveer tussen land en lava. Hoe is dat gebeurd? De kopiekat is terug. Hij heeft me weggevoerd met zijn cycloonsuperkracht. De kopiekat? Dat is een klus voor de megapups. We komen eraan. Oh, schiet wel op. Het is wankelend wiebelig. Wow. Geen zorgen, kapitein Turbot. Geen vulkaan is te hoog. Geen pup is te klein. Alles dat glimt is van mij. Oké, Sky, til die boot op. Ga ik doen. Huh? Mijn superkrachten. Wat gebeurt er? De platvis. Bravo, kijk uit. Ik weet niet wat er gebeurd is, Ryder. Mijn mega wervelwind verdween gewoon. En ik ben mijn superspierkrachten kwijt. De bootjes gloeien wat niet. Gebeurt er? We zijn onze krachten kwijt. Zonder onze superkrachten werken de zweefwagens niet eens. De megakrachten komen van de meteoriet. Dus er moet iets mee gebeurd zijn. Tijd om het schuivende schip te verlaten. Wacht, kapitein Turbot. Ik heb een ander idee. Pups, spring allemaal op de platvis. Zonder onze megakrachten? We moeten werken met wat we hebben. Met al ons extra gewicht kunnen we de boot laten kantelen, zodat die vanaf de vulkaan de zee inglijdt. Het werkt! Hou vol, pups! Dit wordt een heftig ritje! Mijn schip is zeewaardig en glijwaardig. Bedankt, Megapups. Maar we zijn niet zo Megapups geworden. We moeten terug naar de uitkijk en kijken wat er met de meteoriet is gebeurd. Ta-da-da-da! Superkapitein staat klaar, dus we zijn zo daar. We zijn ze kwijt. Oké, kunnen jullie nu dan eindelijk mijn meteoriet loslaten? Ik moet superburgemeester van het universum dingen doen. Mooi niet. Het glimt, dus het is van mij. Het behoort aan jullie beiden niet toe. Ik kwam met het duivelse idee om een team te vormen, dus het is duidelijk van mij. Je hebt hem laten vallen. Niet waar, jij liet los. Als het goed is, moet het hier ergens in de buurt zijn. Er komt iets van Jinx berg afrollen. Een enorme sneeuwbal. En hij komt recht op de stad af. Kijk dan, een stuk van de meteoriet. Woehoe, ik ben weer een megapup. Kom, ga er snel omheen staan om je krachten terug te krijgen. Megapups, klaar voor mega-actie, Ryder, meneer? Wij gaan een grote sneeuwbal tegenhouden. Chicoletta, hoor ik nou je maagje rammelen? Je bent vast uitgehongerd. Oh, hemel! Tijd voor een opgeladen sonische blaf. Marshall, laat hem smelten met je superhittepootjes. Het was geen sneeuwbal, het was de meteoriet. Oh nee! Alweer de kopiekat? Zeg maar dag tegen je megameteoriet voor eens en altijd, megapups. Dan zeg ik dag tegen jullie als jullie dag zeggen tegen mij. Haha! Dat dacht ik niet. Kom mee, Tak. Tijd voor iets groots. Succes! Niemand is groter dan de kopieke. De meteoriet! Laat mij maar! Goed werk, megapups! Jullie zijn niet zomaar van de kopiekat af! Jij hebt kracht!
Ryder. We zijn snel genoeg om hem te vangen, maar weten nooit waar hij naartoe gaat. Ik weet precies welke kat dat kan uitzoeken. Shade, hoe snel kan je hier zijn? Wat dacht je van nu meteen? Wauw, dat was snel. Shade, we willen dat jij uitzoekt waar die onbestuurbare raket naartoe gaat. Wauw, het lijkt een willekeurige route. Maar ik wil wedden dat er een patroon in zit. Ik bereken het nu. Ah, niet weer, hè? Chase, Wild, stand by. Shade zoekt nu de route van de raket uit. Ik heb de windsnelheid ingevoerd, de raketstuwing en thermische hoge druk. Wat betekent dat? Het betekent dat de raket zo zal terugkeren naar de ruimtetentoonstelling. Wij gaan nu die kant op. Cheetah-snelheid. Tante, ik weet dat u bezorgd bent om Chicoletta en wij ook, maar... De centrifuge lijkt ons zo leuk. En de Paw Patrol gaat Chicoletta zeker redden. En ik wil toch graag astronaut worden. Mogen we erin? Oké, maar laat mij eerst even kijken. Burgemeester Goodway, kijk uit! Er worden er twee reddingsacties. Shade. Ik ben er al mee bezig. Het lijkt erop dat de raket recht op de brug afgaat. Iemand moet aan boord gaan om hem uit te schakelen. Wild en Chase, volg die centrifuge en verlies hem niet uit het oog. Rory, we hebben jouw springkunsten nodig bovenop de brug. Ik kom eraan. Mega Sky, ga snel naar de brug. Daar moet je Rory een superzet geven. Ik ben klaar om te gaan wervelen. Hij zou over een paar seconden over ons heen moeten vliegen. Rory, ga je omhoog? Heel hoog. Raar! Tijgersprong. Dit is je kans, Rory. Als er één kat is die dit kan, ben jij het. Spring erop af. Ik sta op de raket. Maar hoe schakel ik hem uit? Er zit een knopje bij de motor. Ryder, we zitten nu vlak achter de centrifuge. Hij verliest snelheid. Als hij stopt met draaien, stort hij neer. We zorgen ervoor dat hij blijft draaien. Wild, kun jij zo hoog springen, denk je? Met de megaduw van Mega Chase moet het lukken. Let op! Die heuvel lijkt me een prima schans. Vooruit! Automatische piloot! Miauw, wauw! Gelukt! Oh, eindelijk gaat hij langzamer. Je moet hem juist sneller laten gaan, zodat hij niet neerstort. Oké, Chase, nu jij. Raketmotor uitgeschakeld. Ryder, de raket valt naar beneden. Ze hebben hulp nodig bij de landing. Leo, kan jij een vallende raket opvangen? Tuurlijk kan ik dat. Ik ben een leeuw, geen liegbeest. Zachte landing. Zet je schrap. Nog een paar rondjes en dan is dit ritje voorbij. Chicoletta? Dat was cool. Mogen wij dat ook doen? Misschien kunnen we beter naar de cadeauwinkel van de ruimtetentoonstelling gaan. Ja! Bedankt, Vegapups en Catbike voor deze redding. Waar is de limonadekraam heen? Die gaat naar zijn nieuwe thuis, Haroldstad. Dus als je limonade wilt, moet je naar mijn stad. Harold Handlinger heeft weer superkrachten en hij heeft zijn grote boze robot terug. Dat klinkt niet zo goed. En erger nog, de robot heeft een soort teleporteerstraal die gebouwen uit avonturen bij laat verdwijnen en heel ergens anders neerzet. Waar laat hij de gebouwen weer verschijnen, Ryder? Op een plek met de naam Haroldstad. Dus voor deze missie wil ik Mega Chase.
Jij moet met je supersnelheid Harold en zijn megarobot gaan zoeken. Met de megasterke pootjes van de wet. En Mega Sky. Jij moet uitzoeken waar de verdwenen gebouwen zijn. Deze megapuppy draait de lucht in. Oké, megapups is niets te dol. De vermiste gebouwen. Ryder, ik heb Haroldstad gevonden. Het is vlakbij Boerengat. Maar ik zie nergens een spoor van Harold of zijn robot. Goed gedaan, Sky. Maar blijf Harold zoeken. Mega Chase, jij moet nu met je supersnelheid Harold's robot inhalen en hem uit de avonturen bijhouden. Doe ik. Precies wat ik, burgemeester Harold, wil om mijn stad leuk te maken. Zet die speeltuin terug waar die hoort, Harold. Doe ik, in Haroldstad. En succes met het inhalen van mijn nieuwe en verbeterde raketmotor. ik weet wat pas echt leuk zou zijn. De toren van die kleine puppy's afpakken. Dan wordt Haroldstad de allermachtigste. De robot van Harold vliegt zo snel dat mijn supersnelheid hem niet bij kan houden. En hij gaat naar de uitkijk toe. Megapups, Harold's robot vliegt supersnel richting de uitkijk. Om hem neer te halen moeten wij gaan opladen. Klaar! Sky, probeer hem af te remmen met je opgeladen weerkrachten. Dat is wel ver genoeg, Harold. Hou me maar tegen. Goed gedaan, Sky. Rock, gebruik je röntgenogen en schakel de raketmotor uit. Doe ik. Woep, energietang. Hey, je maakt het kapot. En voor straf ga je teleporteren. Chase, laat op en gebruik je sonische blaf. De nieuwe superkrachten. Ik bedoel, best oké, superkrachten. Ik moet hier wegwezen. Marshall, tijd voor een opgeladen supersprong. Hey, zo zie ik niks. Waar is de knop van de ruimtewisser? Marshall leidt hem goed af. Top, de robot krijgt stroom van de meteoriet in zijn rugzak. Dit is onze kans om hem te pakken en uit te zetten. Zet jullie wagens in zweefmodus. Stop hier, megapup! Oh! Volgende halte, Haroldstad. Wow! Ik heb je! En nu gaan we die robot pakken! Burgemeester Harold is er! En er is geen pup te zien! Wat? Ik teleporteer die pups naar de Noordpool! Tijd om die grote robot neer te halen. Tijd voor run en rol. Hebbes. Dit is oneerlijk. Haroldstad moest de allermachtigste worden. En die hoed is dus van mij. Neef je mooi geen burgemeester meer. Kom mee, katjes. Wij gaan lekker op hoedenstrooptocht. En mega bedankt, megapups. Graag gedaan, burgemeester. Als de stad nog eens verdwijnt, blaf dan om hulp.